Er moet een einde komen aan te hete klaslokalen in de zomer. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van het CDA. Kinderen en docenten hebben moeite zich te concentreren als de temperatuur in de klas oploopt. Daarom wil het CDA maatregelen nemen waardoor de lokalen beter worden verkoeld. De gemeente wil de komende jaren 18 scholen gaan verbouwen. Maar voor het hitteprobleem is nog geen budget vrijgemaakt. Nou, het is vandaag nogal frisjes. Het lijkt nog niet echt zomer, maar de zomer komt er natuurlijk aan. En daarom vinden wij het belangrijk. We spreken vandaag in de gemeenteraad over de plannen voor de schoolgebouwen. Vinden wij het belangrijk om vandaag al plannen te maken om straks te voorkomen dat klaslokalen in de zomer weer veel te warm worden. We zien het natuurlijk dat de zomers de laatste jaren steeds warmer lijken te worden. En we weten dat het ook niet goed is voor de leerprestaties van kinderen en ook voor leraren om in te werken. Dus wij roepen eigenlijk vandaag het college op en vragen het college om een soort van actieplan van maatregelen te gaan nemen om de klaslokalen straks in de zomer gewoon lekker koel te houden. Ja, zelf sta ik ook, naast dat ik werk voor het CDA, sta ik ook voor de klas. Ook in mijn klas hebben we dit probleem. Ook daar gaan de temperaturen flink de hoogte in tijdens de zomer. Dus daar merk je wel dat de kinderen het heel zwaar hebben. We proberen ook wel in de zomer de rekening mee te houden door veel water te drinken en echt wel wat rustiger aan te doen. Maar je ziet ook wel dat in andere grote steden kinderen ook al naar huis worden gestuurd omdat er echt een hitteplan is. Omdat het gewoon te warm is om eigenlijk nog in te werken. Klagen de kinderen er dan zelf over of worden ze gewoon heel onrustig? Nou, de kinderen klagen er zelf over, maar je merkt eigenlijk ook dat ze er heel loom en heel sloom van worden. Dus het is voor ze heel lastig om te concentreren. Ja, dus dat is natuurlijk super zonde als je daardoor niet het maximale uit jezelf kan halen doordat de temperaturen zo warm zijn. Het CDA stelt verschillende maatregelen voor. Dat kan natuurlijk airconditioning zijn of iets dergelijks. Maar we vinden het ook belangrijk als je nieuwe schoolgebouwen bouwt, om dan ook al tijdens die nieuwbouw te gaan kijken van hey, hoe kunnen we het op deze manier bouwen. Dat het in de zomer niet zo warm wordt. Nou, manier daarvoor zijn bijvoorbeeld groene daken. Hè, ook nog eens goed voor het milieu. Dus we hopen met dat soort maatregelen eigenlijk de problemen te kunnen tackelen.